Dag allemaal, vandaag gaan we verder bouwen op toonhoogte. Hoe kunnen we tonen ordenen tot een majortoonladder? Een toonladder is niets meer dan een reeks stijgende of dalende tonen. Er bestaan ontzettend veel verschillende toonladders, maar vandaag beperken we ons tot een majortoonladder. Vaak bij het uitleggen van wat een majortoonladder is, wordt de toonladder van C laten zien. Dit is echter alleen ons eindpunt, want hoe ontstaat nou eigenlijk zo'n reeks tonen? Een majortoonladder klinkt namelijk als volgt. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Maar je kan hem ook zingen vanaf een andere begintoon. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Je hoort dat de toonhoogte anders is, maar de relatie tussen de tonen die blijft wel hetzelfde. Een majortoonladder begint altijd op do. De toonreeks van een majortoonladder wordt opgebouwd door middel van hele en halve toonsafstanden. Eerst een hele toon, dan een hele, dan een halve toon, dan weer een hele, en een halve toon. Ja, hoe ga ik dit nou ooit onthouden? Je kan het onthouden door er een simpele rap van te maken. Heel, heel, half, heel, 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 half. 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 Je ziet hier een piano. Op een piano is de afstand tussen een witte en een zwarte toets altijd een halve toon. Twee halve tonen samen maken samen een hele toon. Op een gitaar of op een ukulele zijn alle vakjes halve tonen. We gaan nu de toonsafstanden van de majortoonladder op de piano leggen. Als we bij de C beginnen en we leggen onze hele en halve toonreeks neer, dan komen we tot de toonladder van C majeur, die er dan vervolgens zo uitziet. Dit kan je doen bij alle twaalfde tonen, bijvoorbeeld vanaf G. Een hele toon, een hele toon. Een halve toon, een hele toon, een hele toon, een hele toon en een halve toon en dan zijn we weer bij G. Je ziet dat de laatste sprong niet overeenkomt met de witte toets F en dit wordt dus de zwarte toets ernaast en deze noemen we de vies. En zo hebben we de toonladder van G majeur opgebouwd. Oefen dit vooral met alle andere tonen en ga majeurtoonladders bouwen. Succes met oefenen!